verdeel het haar in verticale plukken en ga het tegenkammen. Kam de linkerkant helemaal naar rechts en zet het vast met schuifspeldjes. Kam het haar aan de rechterkant mooi glad, draai het omhoog. De punt draai ik rond en stop ik onder de rol. Ook deze zet ik vast met schuifspeldjes. Aan de voorkant maak ik een zijscheiding en pak ongeveer een centimeter haar die ik straks gebruik om te vlechten. Datzelfde doe ik aan de voorkant langs de contour tot aan het oor. De rest van het haar gaat in een staart. Ik gebruik hiervoor twee schuifspeldjes en een elastiekje, om ervoor te zorgen dat de staart daar zit waar ik hem graag hebben wil. Pak een pluk van de staart, bedenk waar je hem wil plaatsen en kam hem aan de onderkant tegen. Kam hem aan de bovenkant weer glad. Een beetje haarlak erin, een beetje glansspray erin. En rol hem over je vingers naar beneden. Ook deze zet ik vast met schuifspeldjes. Ditzelfde herhaal je met de overige plukken. Nu pak ik het strookje aan de voorkant, verdeel die in 4 plukken en maak hier een opschuifvlecht. Links gaat erover en eronder, rechts gaat eronder en daarover. Ik pak alleen aan de voorkant strookjes erbij
En ik zorg ervoor dat de vlecht losjes blijft, dus daarom haal ik hem iets van de hoofdhuid af. In de beschrijving zet ik de link van de video van deze vlecht. Ik schuif hem omhoog, waardoor je aan de zijkant de lusjes krijgt. Ik zet hem onder de rollen vast met een schuifspeldje. Bedankt voor het kijken en veel plezier ermee!